ik stond voorheen voor de klas. En op een gegeven moment was ik toch toe aan wat anders. Duurzaamheid vind ik heel belangrijk. En toen ben ik gaan zoeken en zo kwam ik op deze studie. Ik ben inmiddels al wel aan de slag bij een omgevingsdienst. En daarin help ik mij verder dan uiteindelijk te ontwikkelen. En daar kan de opleiding mooi bij meehelpen. Het doel van deze studie is om mensen in 2 jaar klaar te stomen voor het werkveld. Wat vooral bestaat uit de omgevingsdiensten, gemeentes, maar ook bedrijven. Om iets te leren over duurzaamheid en vooral de omgevingswet. Het is best wel lastig om te studeren naast mijn werk. Soms is het wel even zoeken inderdaad. Hoe ga ik het inplannen? Gelukkig heb ik een werkgever die heel flexibel is. Dus ik kan mijn uren ook aanpassen, waardoor ik soms op een andere dag bijvoorbeeld wel eens naar school kan gaan. Je moet er rekening mee houden dat je 1 dag in de week naar school gaat. Dat is nu de vrijdag. En dat je 1 tot 1,5 dag per week bezig bent om lessen voor te bereiden, opdrachten te maken, tentamens voor te bereiden. Wat we proberen te doen is zoveel mogelijk opdrachten uit de praktijk te halen en deze met de studenten te bespreken. Dus we kijken heel duidelijk wat de studenten zelf nodig hebben. De deeltijdstudenten die ondersteunen elkaar heel erg. Telefonisch kunnen we elkaar altijd benaderen. We appen heel veel, we delen ook heel veel informatie. Stel iemand is een keer niet aanwezig, dan delen we aantekeningen. Het is wel heel belangrijk dat je elkaar ondersteunt. Dat is eigenlijk wel essentieel.